Even hier naartoe brengen. Dan kunnen we eens kijken wat de jury daarover te zeggen heeft. Tutu, mogen we er even door? Mogen we er even door? Hier is nog een mooie fiets. Oh, wat zijn er veel mooie fietsen. Jeetje, waar is de jury? Daar is de jury. Gaan jullie maar eens rondlopen. Oh, wat geweldig, al die fietsjes. Ik zie ook prinsesjes. Je hebt het samen gedaan, toch? Nou, dan ga ik eens even kijken bij de jury. Waar is de jury? Ja, die loopt nog even rond. Zo. Jury. Hallo jury. Oh, wie van jullie gaat er iets vertellen? Wie er... Jullie om de beurt? Nou, Nicolien, je hebt toezicht gehouden. Is dat goed gegaan? Ja, het is helemaal eerlijk gegaan. Nou, hebben jullie nog op dingen gelet? En de versiering. De kleding en de versiering. Van de kinderen of van de fietsjes of allebei? Allebei. Goed zo. Nou, hebben jullie een eerste en een tweede prijs of voor iedereen een prijs? Eerste, tweede, derde en de rest voor iedereen. Dus een eerste, tweede, een derde en de rest voor iedereen. Dan beginnen we bij de derde prijs. Wie heeft de derde prijs? Zeg jij het? Nee, zeg jij de derde? Sven. Sven! Jij hebt nummer 3, waar is die? Kijk! Sven! Deze Sven, ja, we hebben toch meerdere Svennen hier in
Sven komt bij. Deze Sven is het. Kijk. Je hebt de derde prijs. Alsjeblieft. De derde prijs. Dan mag je dat ook nog pakken. Applaus voor Sven, de derde prijs. En dan gaan we nu naar de tweede prijs. Wouter. Wouter, joe, je hebt een prijs. Je hebt een prijs gewonnen. Wouter, let eens op. Heb je nog een reactie, Wouter? Yes! En dan gaan we nu naar de eerste prijs. Nou, dames, wie gaat de eerste prijs roepen? Dat is Tijmen. Tijmen! Het is gewoon een familiebedrijf geworden. Geweldig, Tijmen! Kom tevoorschijn, waar ben je? Je zit gewoon in zijn hok. Kom maar. Ja, het is wel heel moeilijk, want jullie zien er allemaal zo prachtig uit. Jullie krijgen allemaal een prijs. Klaar. Oké, daar is Tijmen. Gefeliciteerd Tijmen en applaus voor alle drie de winnaars. En dan krijgen nu alle andere kinderen... Bijna alle andere kinderen. Zo wel niet. Dat zeg je nu. Nou, we gaan eens even kijken wat we nog allemaal hebben aan prijsjes. Ik heb ontzettend goed nieuws voor alle kinderen. Die kunnen straks, want het vet moet nog even opgestookt worden. We hebben nu pas elektriciteit. Maar bij Ron, kijk, daar zeg ik dat goed. Het E-café, de brug. De nieuwe brug. Hoge brug. Godzalle. E-café, de hoge brug. Kunnen jullie gratis een patatje krijgen? Yes! Applaus voor Ron. Ron, applaus. Ze hebben gemaakt. Oh, die gaan bij hun eigen tekening staan. Even. Ook al zo'n mooie stoeptekening. Oh, er wordt er nog even één gemaakt. Zijn alle kinderen aan met een stoeptekening, Samuel? Heb jij geen stoeptekening gemaakt? Sta je alleen maar te verkopen, Samuel? Nee. Nog niet alle kinderen zijn bij hun stoeptekening. Ja, maar met mijn auto. En die won was niet op auto, maar mijn auto. Zo ja, had jij geen stoeptekening gemaakt? Nee? Oké. Voor 80 en 150 jaar. Dus dat was hartstikke leuk en ja, dat was wel een beetje de oude groepjes op te halen, weet je, dat was wel leuk. Oh, de eerste niet, die zijn er nog niet. Nou dan, de eerste wel. Dan beginnen we met de derde prijs. De rups van Sven. Welk van de twee Svennen heeft deze rups gemaakt? Sven? Sven de Leeuw. Sven de Leeuw, oh kijk eens. Je hebt alweer een prijs gewonnen. Je hebt weer een prijs gewonnen. Ja. Voor je rups. Wauw. Ja, heb jij gewonnen? Sven heeft een hele mooie rups gemaakt. Prachtige rups. En een hele mooie vis. Sven heeft heel veel schilderijen gemaakt. Echt een talentje. Hij heeft de rups gemaakt, maar ook een hele mooie vis. En hij is heel enthousiast aan het werk geweest. Sven, van harte jongen. Nou, geef hem dan maar de derde prijs. Is Sven prijs? Wauw. En dan gaan we nu naar de tweede prijs. We weten niet wie dat heeft getekend. Er staat hier een hele mooie kat, een poes. En een eendje, dus twee dieren. Wie heeft die? En de papa. Wie weet dat? Het kindje had het eendje in de handen. Ja. En die heeft samen met de papa het eendje nagetekend. En de
dat gemeen. Dan gaan we naar de eerste prijs. Dat is eigenlijk een soort panorama. Wie is dat? Wie heeft dat gemaakt? Die twee meisjes. Ja. Jullie twee? Wauw. Een soort panorama. Ik ga eens even kijken. Wij zitten, oh kijk, in een groot hart. Wil je er zelf nog iets over vertellen, even jullie? Niet echt? Precies hoe ze het uitdenken. Dat kan ze wel, hè? Nou, dan is bij deze de eerste prijs. Hiep, hiep, hiep. Hoera, voor jullie. Hartstikke goed. En die van jullie zijn ook heel mooi. Hé, waar is die van jou? Weet je het niet meer? Weet je het niet meer? En daar hebben we dus verschillende inzendingen van. En dan gaan ze nu proeven welke ze het lekkerst vindt. Je hebt er al een paar geproefd, ja. En nu deze nog. Ja, ik heb al een lekkere taart geproefd met rood en blauw erop. Dat was heerlijk. Een kokostaart hebben we al gehad met karamel en nootjes. Dat is ook heel erg lekker. Cupcakejes hebben we al gehad. Tompoeza. En nou, toetje nog. Ik ga proeven. Dank je. Oh, kijk naar de gezicht. Deze is heel lekker. Proef eens even. Hij is heel lekker zoet. Daar is lekker veel suiker gebruikt. En dit is ook machtig. Nee, deze is niet machtig. Nee, deze is lekker luchtig. Ja, hè? Niet machtig. Niet machtig. Anders kan je er één maar één of twee van eten. Dat is niet zo fijn. Deze heb je een heleboel eten, begrijp je? Ja. Nee, dan moet je nog een hapje nemen. Ja. Ja. Jij bent de beste jury, denk ik. Lekker. Is het lekker? We hebben in Stompwijk ook een heel Stompwijk bakt wedstrijd gehouden. En daar hadden wij een hele goede jury voor die dat heel deskundig één voor één heeft geproefd. En we hebben er foto's van gemaakt. En dan gaan we daar nu ook een prijs voor uitreiken. Wat zeg jij? De soesjes die zijn zeker ook getoetst. We gaan nu eens vragen aan de jury. Waar hebben jullie op gelet? Kun jij dat vertellen? Ik heb vooral op gelet dat het niet zo heel machtig was. En verder weet ik het niet meer. Lekker smaakte, toch? Ja, en of het lekker smaakte. Dus of het niet te machtig was en of het lekker smaakte. En heb jij nog iets opgemerkt aan alle gebak en soesjes? Ja, we hebben vooral gekeken of er een beetje liefde in zat. Of we dat proefden. En of het eruit zag bij Koningsdag verrassend. De Koningsdag, dus hoe mooier de versiering, hoe mooier we het vonden. Dat begrijp ik. Nou, dan gaan we beginnen met de tweede prijs. Ja, we vonden het eigenlijk heel moeilijk om te kiezen. Eigenlijk hebben we niet kunnen kiezen. Dus we hebben er eigenlijk twee die we eigenlijk even lekker vonden, toch? Ja, twee en één. Oké, dan ga ik de één zeggen en dan moet Sam de ander. De tweede prijs hebben we gekozen voor iets wat lekker luchtig was. Heel erg zoet en waar er best wel veel van waren. Dat waren de soesjes. De soesjes, yes! Jou ken ik natuurlijk, jou ook. Nou, met het vullen van het slagroom in de soesjes heb jij geholpen. Ja, en Nick. Hartstikke goed, en Nick ook. Nou, volgens mij moet jij de prijs maar in ontvangst nemen, want die vader zit natuurlijk aan een oranje bittertje. Nee, hij wordt niet gevonden. Nou, dan mag jij hem in ontvangst nemen. Jij bent welkom, voor je vader. Alsjeblieft. Applaus. En dan gaan we nu naar de eerste prijs en die ga jij aankondigen. En dan moet je er wel even bij zeggen waarom. De eerste prijs kies ik omdat het goed bij Koningsdag was. Dus het paste goed bij Nederland. En het was niet heel machtig. En het gaat naar de rood-wit-blauw taart. De rood-wit-blauw taart. Angelique. Waar is Angelique met de rood-wit-blauw taart? Die is op. Hij is op. Ja, hij is op, natuurlijk. Maar Angelique toch niet? Thijs, wil jij hem geven? Ja. Nou, dit waren geloof ik de wedstrijden tot nu toe, want
Straks om 14:00 roepen wij alle kinderen en volwassenen op om mee te doen van 14:30 playbacken, karaoke, dansjes, maakt niet uit. Doe mee! Het is jammer van de zon, maar de pakken gaat eraf. Hakken, beuken, springen, de hut gaat uit zijn bol. Allemaal van links naar rechts, de kant die wordt gerold. Allemaal van links naar rechts, de kant die wordt gerold. Allemaal van links naar rechts, de kant die wordt gerold. Yeah.